De halve finale gaat erop of eronder. En als je doorgaat, dan schrijf je geschiedenis. Of je verliest en niemand weet dat je meegedaan hebt. Is genomen en we zijn begonnen. Hopelijk krijgen we veel moois te zien vandaag. Komt daar goed tussen beiden. Pacek. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Drost. Thomas. Dat is geen goede plek om een vrije trap weg te geven. De wedstrijd is amper begonnen en het eerste gele is al gegeven. Wel erg snel inderdaad. Die sliding was niet volgens de regels. Hij maakt de sliding, maar daarbij raakt hij de man. Kon de bal niet naar beneden koppen. Nou, hij verbaast me, Nick. Hij strekt zich ook helemaal uit, maar kon hem toch alleen maar schampen. Van Diemen. Hij stond even wankel op de benen, maar hij blijft staan. Drost. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. Dit was een pittige overtreding en de scheidsrechter besluit dan ook geel te geven. Duurde wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. En onder druk gaat hij de zijlijn over. Corner alweer. Hier zien we die tackle weer, Juri. De scheidsrechter vond het geel. En ik ook, als ik zo die herhaling zie. Ja, hij komt er wel aan, maar kan hem niet vangen. Waar komt die bal terecht? Drost. Stans.
Wordt dit wat? Wat een doelpunt. Hij maakt het goed af, want die paas was van een uitzonderlijke schoonheid. De schoonheid zat hem in die paas even. Geweldig. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Die bal gaat erin. En eindelijk dus een beetje leven in de brouwerij. Ja, dat had ik hem nodig even. Stans. Ze vechten om de bal. Voordat het echt gevaarlijk wordt, komt er een verdediger tussen. Slim, maar niet slim genoeg hoor. En de bal gaat uit via de speler. Thomas. Ingooi. Mogelijk een goede kans hier. Drost. Jammer, dat was een mooie kans. De vlag gaat omhoog en dat is jammer, want hij was er door. Oh, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Dit is het moment. Voor wie is die voorzet bedoeld? De eerste helft is gespeeld. 1-0 is de stand. En maar eens kijken wat de tweede helft ons te bieden heeft. We gaan beginnen. Eens kijken wat de tweede helft ons brengt. Stolten. Thomas. De bal wordt goed geblokt. Keeper hoeft niks te doen. Ze mogen een hoekschop nemen. Ze krijgen een vrije schop. Doelpoging. Oh, Juri, dat had de gelijkmaker moeten zijn. Had inderdaad gemoeten, Evert. Van Diemen. Thomas. Van Hintem. Snel teruggekaatst. Bal is uit, ze mogen ingooien. Er wordt vervangend personeel ingebracht. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Overtreding. Wat doet de scheidsrechter? Kwartjek. Houdt die bal bezit?
Drost. Heeft zijn mannetje afgeschud. Wat wordt zijn volgende zet? Hij laat zich wegzetten. Nou, op maat is anders en het balbezit is weer weg. Van Hintem. Hij bereikt zijn ploeggenoot. Wat maakt die van deze voorzet? Stans. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Vrije trap vanaf een voor hem gunstige positie. Weer geel en die moet eraf. Ja, en dat was de tweede. Ja, daar kon je natuurlijk op wachten. Ze staan voor en de trainer wil geen risico. En zet er dus een extra verdediger. Ja, die vrije schop gaat erin. Ja, en wat nu? Blijft het bij een vrije trap of gaat hij ook nog een kaart trekken? De scheidsrechter grijpt naar zijn borstzak. Ja, dat is goed. Hij heeft de bal. Thomas. Vrije trap, zo laat in de wedstrijd nog. Als ze zich niet beter beheersen, worden ze straks nog geschorst vanwege een spelerstekort. Deze gaat niet door. De vlag gaat omhoog voor buitenspel. Ik zou niet graag in de schoenen van deze grens hebben gestaan. Wat een lastige en moeilijke beslissing om dit doelpunt af te keuren. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat de speler er de balen van heeft. Dat was misschien met de schoenlengte verschil, maar ja, buitenspel is buitenspel. En die actie wordt beloond met balbezit. Verdediger heeft het nakijken. Thomas. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Stans. Broersen. We hebben net 90 minuten voetbal gezien en het staat nog steeds gelijk. We gaan de verlenging in. De verlenging begint. Kijken of die de beslissing gaan brengen. Ze vechten om de bal. Sainsbury. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Hij heeft nu alle ruimte voor een voorzet. Dit is het. Ai, daar had meer in gezeten, maar hij bereikt zijn doel niet. Stans. De voorzet wordt in de kiem gesmoord. Gevaar is voorbij. En de bal gaat uit via de speler.
De coach zet een wisselspeler in. Hij hoopt natuurlijk aan de leiding te komen. Goeie tackle. En hij neemt het balbezit weer over. Sainsbury. Thomas. Ruimte voor de voorzet. De voorzet in de 16. Even leek het er somber uit te zien voor deze speler, maar dat kan blijken. Wordt dit wat? Ze doen er alles aan om aan de leiding te komen, maar voorlopig blijft de stand gelijk. Het laatste kwartier voetbal is begonnen. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Gaat hij het redden? Gered. Ze staan voor, Jury. Ja, ze staan voor en nu kunnen ze drie dingen doen. Voorsprong vasthouden, voorsprong vergroten of voorsprong verspelen. Van Diemen. Stans. Dat is heel erg nuttig wat die verdediger daar doet. Goed onderschept, dat zou een belangrijk doelpunt geweest zijn. En dat was het. Ze blijven steken in de halve finale. Ja, maar het is wel knap dat ze zo ver zijn gekomen.